Dan gaan ze weer de deur uit. Van deze diva achterin. Ik heb hem natuurlijk vorige laten zien. Gaat buiten elke keer zo tekeer. Want hij boekt. Goedemorgen deze paasmaandag. Ik ben al even uit bed, maar ik loop rond te sneaken, want Sarah die is heel erg aan het uitslapen. En ik wil ook echt zo lang mogelijk laten slapen, want ze heeft natuurlijk de nacht ervoor de sleepover gehad met Lola. En niet heel lang geslapen, dus ik heb zoiets pakje uurtjes nu maar. En ik ben aan het kijken wat ik aan ga doen. Maar ik heb de lente in mijn hoofd, maar de gevoelstemperatuur wordt 0 graden vandaag. Dus ik weet het nog niet. Sarah is ondertussen ook wakker en ik ben aangekleed. Ik heb deze top aan van French Connection. Toch nog een beetje een half mouwtje, maar ik wil het een beetje nettig voor hebben. Broek Levi's, what else? Laarsjes Tommy. Ze lijken altijd veel zwarter, maar ze zijn echt bordeaux. In ieder geval, ze lijken op de camera zwarter. Tas Michael Kors en oorbellen van Anna Haï en Penil Coridon. Ik ben mijn spullen aan het overgooien van tas. Want we gaan zo weer de deur uit. We hebben vandaag paasbrunch bij mijn ouders. En als het goed is, komt opa ook. Dus dat is helemaal leuk. Alleen ik krijg Sarah dus alles behalve aan het opschieten. Dus dat is wel weer echt heel jammer. Maar als ik in ieder geval klaar sta, kunnen we in ieder geval zo wel gelijk de deur uit als zij klaar is. Dus dat ben ik dan nu maar aan het proberen. Oh ja. Deze die heb ik gisteren meegenomen bij Irene. Dat mocht overigens hoor. Ik heb niks gepikt. En ik heb ze nog niet opgegeten. Dus ik ben trots op mezelf. Dat vind ik alweer een schouderklopje. Ik denk dat het komt niet uit. Want deze heb ik altijd hier. Ik vind het met die kleine tassen. Ik vind ze heel leuk. Maar het is wel altijd even flink passen en meten waar alles erin moet. En ik ga jullie er ook in stoppen nu. Eindelijk in de auto, want deze diva achterin, die was niet zo snel. Omdat ik dus nog een pakken. Oh jeetje, omdat ik niet moet bouwen. Allemaal blaadjes op mijn auto. Dat is heel irritant. En ik heb nog een ballon die ik ook zo geven. Die heeft haast. Mama, die hartjesballon ga ik nog aan opa geven. Oh, dat is super lief. Ja. Vind ik helemaal niet erg. Ja, want die heb ik gisteren gekregen bij het verjaardag. Ja, maar wel lief dat je die aan oma wil geven. Ja. Nou, gaan we er snel heen. Gaan we brunchen. Ik heb ook echt honger nu. Echt? Zo, nou, ik wel. En jij schoot niet op. Maar jij hebt 1 crackertje gegeten. En dat is toch net dat je wat in je buikenpasje net uit je bed bent. En je bent nog niet zo heel lang wakker. En ik was een stuk eerder wakker. En ik heb nog helemaal niks gegeten. Ik heb alleen een theetje gedronken. Dus, en ik ben best wel druk bezig geweest. We hadden was al uitgezocht en een was staat nu net aan. Ik heb ook klaargelegd voor het koken, alleen was ik te lang met jou bezig. Een stamppotje. Gebleven dan oorspronkelijk de planning was, want het is ondertussen al 4. We gingen natuurlijk vanochtend voor brunch. En toen dacht ik, ja, dan wil ik wel echt naar huis, want ik wil wel een paar kleine dingetjes doen, niet heel veel. Het was echt mijn planning vandaag. En morgen heel weinig, in ieder geval heel weinig verplichtingen. Ik wilde echt gewoon even een keer weekend, want ik ben altijd toch bezig. Maar goed, dan wil ik heel graag naar huis. Stacey de kind dat verzorgen. Oh, maar Sarah, ik wil wel echt heel graag dat je nu gaat zitten. Nee. Ja, want ik heb echt geen zin pas over een half uur thuis te zijn. En jij kan dat echt zo lang volhouden. Ga je maar zitten vanuit je stoel verder voor je pop zorgen als je gordel om is. En ik moet sowieso nog iets in de brievenbus doen, dus dan sta ik ook zo even stil. Oké? Oké. Oké, gaan we snel richting huis.
Het is enerzijds, en ik heb net even een oog dicht gehad. Ik was zo moe opeens. Ik stond echt op instorten. Marco heeft gekookt. En nu gaan we lekker eten. Sarah ligt op bed. Marco moest nog even voor werk ergens langs. Dus ik ga thee zetten. En even mijn edits bijdraaien. Want ik loop een heel klein stukje achter. In ieder geval, nee, dat valt wel mee. Dat zeg ik gewoon verkeerd. Ik ben niet op het punt waar ik wil zijn. Want als ik achter zou lopen, dan komen de vlogs niet op tijd online. En volgens mij heb ik de afgelopen 2 jaar elke vlog altijd op tijd online gehad. Ik heb wel eens gehad dat YouTube hem te vroeg online zette, terwijl ik hem goed had ingesteld. Want ik kijk altijd na. Maar ze zijn nog nooit te laat online gekomen. Dus dat vind ik ook wel een prestatie. Maar ik heb liefst de vlog van gisteren gewoon vandaag geëdit. Want als er dan onverwachte dingen komen, dan staat hij gewoon voor 6 dagen al klaar. Dus dan heb je best wel een ruimte om onverwachte dingen te hebben. En dan moet je daarna wel kijken aan de bak. Maar het kan. En dat vind ik altijd wel heel prettig. Nu tijd voor thee. Dan dat even bijdraaien. En ik wil dan daar van de blacklist gaan kijken. En als ik eerder klaar ben, ga ik de boeltijd kijken. En die vind ik zo leuk. Ik zit me trouwens net te bedenken. Echt, het huis loopt echt weer over van alle zooi. Ik heb het natuurlijk vorige keer laten zien. Als ik dingen opruim, dan krijg ik altijd 10 dingen weer voor terug. Dus het schiet niet op. Maar ik weet niet. Het demotiveert om op te ruimen, zeg maar. Of ik doe een struisvogelpolitiek. Ik weet eigenlijk nog niet welke van de twee dat is. Maar echt, die kussen ook. We wilden eerst een kussenkist, maar nu hebben we toch besloten een andere schuur te nemen. Maar dit staat dus nu in de woonkamer. Maar we moeten even kijken, omdat er dingen omgegooid worden in de tuin. Het krijgt allemaal een andere plek. Dus we weten nog even niet de afmeting van de schuur. Dus die kunnen we niet bestellen. Ik ging iets doen, maar niet hier. Dus dat moet heel even wachten. Dus nu weet ik niet waar ik de kussens moet laten. Maar ja, het is echt rot weer buiten. Echt net, het hagelde zo hard. Dus ja, ik zit waarschijnlijk weken met kussens in mijn huis. We hebben net de blacklist gekeken en nu zit ik te editen, maar echt, het gaat buiten elke keer zo tekeer. Dus net ook al, toen ging het opeens echt weer heel hard waaien. Dus we hebben weer de tuinmeubelen aan kant geschoven. En nu hagelt het gewoon weer. Ik weet niet of de camera dat oppikt, maar het is echt heel hard. Wacht even opslaan wat ik heb gedaan. Ik heb ook de oven aangezet, want ik ga weer een stokbroodje eten. Dat is best wel weer een tijd geleden. Oh, ik ben vergeten de boterkruid. Normaal haal ik de boter er altijd gelijk uit als ik de oven aanzet. Want dan is het wat zachter als ik hem op mijn stokbrood ga smeren. En dan smelt hij er nog meer in. Oh, Marco had hem voor me aangezet, maar hij heeft hem wel heel heet gezet. Maar ik ben nog op tijd. Ik heb trouwens elke keer deze aan. Deze van Jumbo eigen merk. Die zijn lekker. Ik moet wel zeggen, ze hadden vroeger hadden ze per stuk, die waren iets groter, die waren nog lekkerder. Maar toen hebben ze eruit gehaald en deze op hun plaats. En die zijn ook oké, maar die andere, ik mis die broden nog steeds. Die waren echt best ever. Deze even een kwartiertje erin. Ze zeggen altijd dat hij 10 tot 12 minuten in moet, maar ik doe hem altijd een kwartiertje. Dan wordt hij gewoon nog lekkerder. Net wat knapperiger. En ook echt op 220. En nu ga ik het laatste stukje editen. Hè? En even de poltype nog een stukje kijken. Want I'm hooked. I'm really, really, really hooked. Ik heb gewoon weer heel de tijd de boltype zitten kijken. En het is 1:15. Maar dat vind ik op zich niet erg. Want eerst werd 3 uur. Toen werd 2:30. Nu 1:30. Dus dan lukt het me morgen ook wel om 1:15. Maar om
12 uur naar bed te gaan. Want daarna is er natuurlijk weer school. Dus dat komt wel weer goed. Maar echt, soms heb je zo'n serie waar je gewoon verder moet en moet en moet en moet. En zo echt tot morgenavond moeten wachten tot ik verder kan. En daar baal ik gewoon van. Dus ik zat al te denken in mijn hoofd van, zal ik gewoon heel de serie afkijken? Maar toen dacht ik, nee, ik kan het echt niet doen. Maar goed, ik ruim even de kamer op. As usual. En dan ga ik zo lekker mijn bed in. En lekker slapen. Dus, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!